Komt een grote boot aan, Luc? Er komt een hele grote boot aan. Het is een meisjeskolf. Die kleine? Ja. Hé, dat is toch een andere, want ik heb een mannetjeskolf ook gezien. Even met de boswachters daar praten. Nee, er is er maar één. Oh, dan heb ik misschien verkeerd gekeken. Zij wist het ook nog niet, maar nu zag ze me. Dan heb ik misschien verkeerd gekeken. Dit zijn de mooiste schepen, dit. Die kunnen zichzelf lossen. Die hebben kranen erop staan, weet je wel. Als je bijvoorbeeld bepaalde havens hebt, die hebben geen kranen. Weet je wel. Die Russische schepen hebben ook allemaal bijna kranen erop staan. Die hebben misschien van die afgelegen havens. En dan moet je maar zien dat je containers kwijtraakt. Ja, met deze heeft geen containers. Ja, maar je ziet ze ook wel met containers, ook dit soort types. Azul. Als je kijkt hoeveel schepen hier varen rond Nederland en in Nederland. Heel veel. Ongelooflijk. Ja, als we dat niet hadden, dan waren we net zo arm als Portugal. Of die landen, weet je wel. Of misschien nog armer. Want Portugal had nog veel toeristen, hè? Ja, daar is het lekker weer. Ja, iets koeler dan Spanje, heb ik gehoord. Dus net had hij een sleepboot ervoor. Ja, die is afgehaakt. En die is afgehaakt, zie je dat? En er komt er nog eentje, zie. Maar mooi gezicht wel, die dingen, hè? Zo. Ja. Ik zie je. Ik zie je, Luc. Fijne dag. Waarom? Barotje, kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier.
Ja, cool.